Yo mensen, welkom in deze gloednieuwe video op mijn kanaal en weer bij een nieuwe Fortnite video. Vandaag gaan we nog een keer Fortnite spelen, dit is al de 14e aflevering. En ja, we spelen Fortnite. En ja, ik vind het leuk. En ja. Ik heb eigenlijk niet veel te zeggen. Alleen veel kijkplezier met de video en drop alvast een likeje achter hier beneden als je sowieso al meer Fortnite wil zien. En dan beginnen we eraan, want we gaan solo spelen. Ik ga hier landen bij deze brug hier. Oh, we een goede illusie krijgen, dan gaan we direct komen. Oh, van game pump shirt, dat is goed. Oh, en mijn chest staat hier sowieso goed. Even snel met mijn pickaxe aan om snel al even een stukje te hakken en een trapje te maken. En ondertussen deze chest open doen en die jaartje oppakken. Voilà, dat is al een goed begin van deze Fortnite match. Dan gaan we eventjes lopen naar Tomato Town. Ik zie die grote, dikke tomaten al staan. Wat krijgen we hier? Een beursje. Die pak ik ook mee. Ik ben de laatste tijd er ook heel handig mee geworden. We zijn hier mensen. Ik hoop van niet, want dan kan ik misschien nog goede lootjes pakken. Zijn er een groene burst? Ik zie een groene burst, maar waar is hem? Oh shit, oh shit, oh shit. Ik krijg niet eens de kans om te schieten, jong. Jesus. Wat de hel, jong. Dat begint al goed. Het begin voor deze eerste match. Waar ga ik landen? Ik zou het begot niet weten. Ik ga naar de gevangenis, maar voor ik naar de gevangenis ga, ga ik eerst naar die tenten, want meestal zitten er kistjes verborgen. En laat maar zitten, want opeens zit er al iemand anders. Hop, direct naar de gevangenis. Direct naar de gevangenis. Even, want daar is hij al, want ik wil die kistjes pakken. Oh, dat zit in mijn kraan. Oh, jong, je gaat het zien. Oh, jong, snel. Kistje pakken, snel, 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 snel. Ja, en die probeert mij al te pakken. 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 God nondertje. Oké, okay, wat is die nu? Kom aan. Ik moet echt een goede lootje vinden. Oh, daar is een groene tentacle. Maar ja, dan moet ik daar nog lang in. Oh, ik zie daar iets blauw. Met zulke kogels. Ik zie daar iets blauw met zulke kogels. Ik ben snel gepakt gekregen, of is dat een EA-kogels? Oh, nog EA-kogels en dat is... Allee, en ja, met scope, allee, jongen. Ik wou nog liever een blauw EA-tje. Ik denk dat die gas me kwijt is. Ik denk dat die gas me kwijt is en dat is ook goed. Dat is ook goed. Ik ga even wachten tot ik zo wat mini-shields tegenkom. Dan heb ik al sowieso 100% schild. Ah, nog kogels voor mijn jaar met scope. Valasse. Is die groene tactical shotgun pakken. En dat sowieso al vasthouden ze, voilà. Oké, okay, ik hoor hem. Oh jong, ho oh, jong, hoppa! Was dat die ene gast? Oké, okay, een handcannon, oké. Okay. En een tweede shield potion. Spijtig genoeg geen bandage of een medkitje. Maar ik kan al wel 100 schild krijgen. Vending machine met die grijze en ik heb al veel betere dingen dan gewoon maar grijze wapentjes. We krijgen hier bakstenen en we gaan deze ammo boxjes open doen. Allemaal kogeltjes. Ik hoor schoten, ik hoor de schoten, ik hoor de schoten. Ik heb ze zo rap mogelijk bandage of medkit nodig. Ik wil niet zo de oorlog ingaan. Bandage, medkit, waar zitten jullie toch? Waar zitten jullie toch? Ja, mini shit heb ik niet nodig. Of een slurper is ook goed. Is er echt nergens bandage of medkit of zo? Oh, alleen maar shotgun kogels, maar dat is ook goed. Maar liever nu eventjes bandage of medkit. Bandage of medkit of een slurp, ook al geef maar 25. Ik heb, wil even alsjeblieft mijn levens vullen. Jesus Christ, joh. Ik wil weten van waar die oren komt. Die van dag of zo. Ja, lap, hier heeft iemand ook al die kist opengemaakt. Jesus Christ, jong. Alsjeblieft. Als ze weer mij komen killen, hè. Echt waar. Ik ga het niet leuk vinden. Ik ga het niet leuk vinden. Nog meer kogels van jou. En een AR zelf, die pak ik even mee. Het is tijd om de gevangenis te verlaten. En wat vind ik hier? Een trapje? Oké, okay. Hier is geen chest, maar ligt er nog iets anders op dat boze stuk. Ja, nog een trap. Oké. Okay. Een hunting rifle, die pak ik wel even mee. En voilà, eindelijk bandages even gebruiken. Geen idee waar ik nu naartoe wil gaan. Ik zit toch al in de cirkel. Ik denk dat ik wel liever even langs deze groep ga. Oh shit, oh shit. Ik word beschoten, ik word beschoten. Ja, je breekt maar af, joh. Waar zit die gast? Ah, oh, daar. Daar is die gast. Even mijn hunting aantal op. Oké, dat is bij mij dus niet raak. Oh shit, dat is bij mijn eigen shit. Even mijn jaartje pakken. Laat u nog eens zien, manneke. Laat u nog eens zien, manneke.
Veel levens heb ik nu nog niet verloren. Allee, ik heb wel wat shield verloren, maar ik leef nog een beetje. Kom aan. Of kom je naar de andere kant? Waar zit jij, manneke? Waar zit jij, manneke? Waar zit jij, manneke? Blijf nu eens niet erachter schuilen, jong. Ah, oké, je zit daarop. Ik zag u daarop lopen. Even in. Ah, ja, lap. Ik moet eerst even reloaden. En nu even inzoomen. Ik zag die op die trap. Ah, daar is hij. Daar is hij. Oh, shit. Even mijn jas pakken. Dat zal wat beter lukken. Ja, schuil maar even daarachter, jong. Jesus Christ, jong. Laat u nog. Ja, breek nu maar die muur af. Breek nu maar die muur af. Allee, hoezo is dat niet raak? Hoezo is dat niet raak? Oké, ik kan gewoon met een jasje gebruiken. Allee, stond hij nu best stil? Ja, lap, nu moet ik alweer reloaden. Waarom bestaat dat nu? Jesus Christ, laat u nog eens zien. Laat u nog eens zien. Ja, loop maar naar de gevangenis. Ja, lap, nu schiet ik alweer op. Even, stop. Allee, dat is ook nog niet ver genoeg. Kan je echt op vlucht in de gevangenis? Ja, Jesus Christ, jong. Ja, dat bolletje toch nog even af, zeg. Ik zit hier gewoon wat kogeltjes te verspillen van een gast die echt zo pussy is, die gewoon wegloopt van mij. Jesus Christ, waarom komt hij niet eens met mijn vechten? Daar zie ik een kist, daar is er een kist, daar is er een kist. Ik ga die zo mogelijk pakken. Oh shit, oké, ik dacht dat ik het leuk zien verliezen, maar gelukkig niet. En wat krijg ik hieruit? Een blauwe assault rifle. Goed. En een shield potion, ik ga die rap opdrinken. Even een deurtje toe doen. En die ga ik rap opdrinken voor 100 schild terug te krijgen en deze blauwe jaar pakken en nu en ik ga even mijn wapens natuurlijk even switchen, want dat is natuurlijk ook wel nodig. Ja, ik heb ook een gescoopte AR, maar ik heb ook hunting rifle. Ja, ik hou ze toch nog even bij, ook al is het eigenlijk bijna geen verschil. Alleen heeft mijn gescoopte AR wel een scope en mijn hunting rifle die zoomt gewoon wat in. Nog 24 mensen in leven, 1 killetje gemaakt. Ja. Ik weet gewoon begot niet waar ze zitten. Ik weet begot niet waar ze zitten. Waar zitten dan al die mensen? Even deze huisje checken. Oké, het is al eigenlijk al lang gechat. Gecheckt bedoel ik. Ik ga gechat. Jesus Christ, jongen. En ja, dan is deze zeker ook gechat. Maar ik waag even een poging om te kijken. Ja, oké, het is helemaal gecheckt. Oké, daar moet ik ook niet veel dingen meer van verwachten. Zo klein is de cirkel nu. Ik zit hier nu bij, ik weet niet, is het Retro Row? Ja, ik zit hier nu bij Retro Row. Jesus Christ, jongen, dit is echt waar. Goed, 100 schild, 50 levens. Ik heb eigenlijk nu wel nog wat bandages of zelfs nog beter een medkitje nodig. Nog 14 mensen in leven en ik hoor een chest. Oh, mijn leven moet gered worden. Alsjeblieft, zit hier alsjeblieft een medkit of bandage. Alsjeblieft. Ja, een medkit. Ik ben gered. Hoppa. Ik ga het wel even in deze truck doen. Ik ben gered, jong. Een echte overlever of zo, echt waar. Ik zit gewoon mensen af te knallen, weinig levens, op zoek naar levensmiddelen. Ik vind het nog ook. En holy shit, what the hell is dat nu? Oké, hier, allemaal shotgunkogeltjes en shotgunkogels en nog meer shotgunkogels. Jesus Christ, het zijn allemaal wapens hier, jongen. Mijn shotgun wel, mijn AR nog niet. Ik denk dat ik wel beter hier in dat port en fortje, in dat goeie fort ga zitten. Dan ben ik tenminste ergens nog aan het schuilen. Ik weet wel niet hoe je die zijkant maakt, maar ja, ik zal gewoon even gewoon zo'n trapje zetten en hier een muurtje. En dan is deze gewoon opgelost. Dan kan ik hier even schuilen. En daar is nog een medkit op dak. Hier is nog een medkit op dak. Oh, en daar moet ik even een muurtje zetten. Voilà. En ik ga hier even ook nog een vloertje zetten. Oké, nog 10 mensen in leven. Dit wordt een goed potje. Ik voel het. Ik voel het. Al die mensen, jong. Waar zitten al die mensen? Nog 9 mensen in leven. Ze gaan beginnen afzakken. Maar ik moet ook een beetje uitkijken als ik mij hier een beetje zal nog moeten laten zien. Jesus Christ, jongen. Ik hoop dat dit echt een goed potje wordt. Ik hoop het echt, jong. Jesus Christ, jong. Waar zitten al die mensen? Ik hoor de schoten. Ik kan me gewoon echt zo nog lang in dit fort blijven zitten. Ik hoop dat de cirkel nog wat bij mij blijft. Ik hoop dat de cirkel bij mij blijft. Ik probeer ook ondertussen even te luisteren naar mensen. Daar is nog een kist, maar ik ga die nu niet pakken. Ik blijf toch nog even hier. Ik heb toch wel al goede wapentjes in mijn hand. Ik heb blauwe tactical die is goed, een blauwe AR die is goed. Ik heb een scope wapen. Allee, een scope dat bijna niet zo ver kan, maar dat valt toch nog wel mee.
Ik denk dat ik iets weet. Ik breek dat ding af en als bijvoorbeeld iemand langs de deur van mijn port en fort komt, dan gaat hij wel wat meemaken, want ik heb namelijk nog wat genoeg trips zitten. En dan kan ik nu bijvoorbeeld... Serieus. Oké. Zo. En zo. En zo. En nog een muurtje maken. En ja, hoe moet ik het dan langzaam? Ah ja, kan ik hier opspringen? Ja, ik kan hier opspringen. En dan nog even zo. En voilà, daar gaat hij nog wat meemaken. Daar gaat hij nog wat meemaken. Als er nu iemand langs daar komt, dan is er ook nog 5 mensen in leven. Oh my god, ik voel dat dit moet een goed potje worden. Ik kom juist nog aan de rand van de cirkel, dus ik kan hier niet lang blijven. Maar waar zitten al die mensen, jong? Nog 4 mensen in leven. Waar zitten die, jong? Jesus Christ, hebben ze geen fort gebouwd of zo? Oh, ik hoor één. Ja! Oh, oh, het is gelukt! Het is gewoon gelukt! Oh, oh, wat laat hij allemaal liggen? Oh, jong. Oh, jong, wat laat hij hier allemaal liggen? Jesus Christ. Het is gewoon gelukt. Nog 3 mensen in leven. Nog 3 mensen in leven. Oké, één was dan hier. Ik zie hier wel dat dat een goed idee was. Oh shit, dat is zo met mijn week. Dus ja, ik kan hier niet blijven. Even rustig aandoen. Zo, rustig. Even wat lootjes oppakken, een medkitje pakken en een snipertje. Yes! En dan doe ik deze gesculpte jaar ook weer. Ik heb al minste bannetjes op zak. Oh, even deze kogeltjes pakken. Voilà. Een blauwe tentakel, die heb ik al. Een blauwe AR, die heb ik al. En oké, dan is mijn lootjes compleet. Nog 3 mensen in leven. Zie je wel dat die trap... Oh, oh, en daar wordt er gebouwd. Oké, bedankt voor de tip. Bedankt voor de tip. Ik heb echt geen idee wat ik nu naartoe moet gaan. Dit moet een goed potje worden. Dus daar is er een, dan ik en dan nog 1 iemand. En waar is die andere guy? Er is, er nog iemand, maar waar? Waar zit hij dan? Waar zit hij dan? Waar zit hij? Oké, dus daar zit er een en dan weet ik even niet meer waar een andere zit. Waar is die andere? Ene zit al sowieso hier, maar waar zit die andere? Waar zit die andere mens? Ik hoor hem. Hij zit daar op wat? Hij zit in die vrachtwagen. Oh, oh. Ja, oké. Oké, dit is goed. Dit is... Oké, en dan nu die laatste guy. Die zit daar, die zit daar, die zit daar. Oh my god, dit is echt goed. Dit is echt goed. Wat probeert hij? Wat probeert die gast? Jesus Christ, als ik hem nu pak, ik denk, ik kan hem gaan pushen, ik kan hem gaan pushen. Ik kan hem gaan pushen. Oh mijn god, ik dacht dat hij een mens was. Jesus Christ, hij zit dus daar, hij zit dus daar. Ik kan hem misschien gaan pushen, ik kan hem misschien gaan pushen. Oké, zo een trapje maken naar boven. Jesus Christ, de storm. Oh shit, de storm gaat bewegen. De storm gaat bewegen. Jesus, ik wil er niet in. Ik wil er niet in. Jesus Christ, ik zit er juist nog in. Jesus, 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 oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, kom op, oh nee, nee, waarom, waarom, Jesus, waarom moet er daar een trap zitten, allee, 2 HP, nee, Jesus Christ, nee, nee, what the hell, allee, jongen. Ja mensen, dat was het einde van deze Fortnite video. Ik hoop dat jullie het hebben genoten. Laat even zelfs zoiets, laat dan sowieso een like achter hier beneden. Abonneer op mijn kanaal om gratis op de hoogte te blijven van de nieuwe video's die eraan komen. En bedankt voor het kijken naar deze video. En ja, ik wou eerst te zijn, maar per se moet dat trap zitten. Ik kon dan, als er geen trap zat, kon ik met mijn banden zo omhoog gaan en die gast afknallen. Maar die had nog maar 2 levens. Echt waar, dat is het ergste dat ik meemaak op Fortnite. Echt waar.
Ja, alleen maar ja, ik hoop de volgende keer wat beter en ik heb nog één ding te zeggen. Peace out met die idee en tot de volgende video. Ciao.